Vroeger was naar de bioscoop gaan het uitje, maar tegenwoordig worden de nieuwste films vanaf de bank gekeken. Bioscopers zullen erom manieren zien te vinden om toch bezoekers te trekken. De megabioscoop in Nijmegen-Noord opent daarom een nieuwe arcadehal. Een filmpje kijken, maar dus ook lekker gamen. Of je nu terug verlangt naar de gouden tijd van flipperen, Pac-Man en airhockey, of de nieuwste VR-games wil uitproberen, er valt van alles te beleven. We hebben inderdaad pas Pathé Games geopend. En het is een arcadehal waar we verschillende spelletjes aanbieden, zoals airhockey, maar ook flipperkasten, grijpautomaten. En we willen altijd eigenlijk wel de link leggen met film. Ondanks deze nieuwe speelhal blijft het natuurlijk gewoon een bioscoop. De games in de arcadehal hebben dan ook een link naar de nieuwste, maar ook nostalgische films. We hebben echt wel geprobeerd om altijd een link te hebben met film. Dus we hebben een Tomb Raider game. We hebben een flipperkast van James Bond. Mario, met de Mario movie van vorig jaar. In de grijpautomaten zitten ook knuffels met filmgerelateerde plush in. Dus zodoende proberen we wel altijd die link met film terug te halen. De nieuwste spelletjeshal is niet de eerste activiteit die er in de Nijmeegse bioscoop plaatsvindt naast het draaien van films. Met andere activiteiten zoals X-Cube en Go Gaming wil men meer zijn dan alleen een bioscoop. We willen, want we hebben natuurlijk al de X-Cube en Go Gaming hier bij Pathé Nijmegen. En dat is eigenlijk een bestemming op zich. En we wilden voor onze bezoekers kijken van goh, hoe kunnen we het uitje nog leuker maken. Dus met een arcadehal kan je vlug voor of na de film nog even een spelletje spelen. De hal is toegankelijk voor elke bezoeker die een filmpje komt pakken of naar een van de andere activiteiten gaat. Als jullie een ticket voor de bioscoop hebben, voor de film natuurlijk, of voor Go Gaming, als jullie een spelletje komen spelen voor simracing, PC-gaming of console-gaming, of middels onze X-Cubes, is een digitale escape room. Als jullie daarvoor tickets hebben, kunnen jullie automatisch spelletjes spelen bij onze nieuwste Pathé Games.